Kirsten Redder. De M-rubriek gewonnen vandaag. Met de pony, met de Willeke. Gefeliciteerd. Dankjewel. Vertel eens hoe het voelt om de overwinning te behalen hier op het concoursterrein bij Jan Broek. Nou, ik had het niet verwacht, maar het was wel heel leuk. Ja, had je er een beetje van gedroomd? Ja, wel. Dat wel? Ja. Ja. Vertel eens hoe je hebt voorbereid op deze wedstrijd. Ik was op vakantie in Texel en ben woensdag teruggekomen. En toen had vader had hem gelongeerd. En donderdagavond heb ik mezelf weer gereden. Dus. En dat was het? Ja. Eigenlijk niet een hele bijzondere voorbereiding? Nee. Maar je zit helemaal in wedstrijdritme, denk ik? Want ja. Je bent een wedstrijdruiter, toch? Ja. Ja. Vertel eens over je hippische carrière tot nu toe. Ik ben op mijn zesde begonnen. Verschillende ponies gehad. En ik denk op mijn achtste kreeg ik een B-pony waar ik tot mijn 12e denk op gereden heb. En welke was dat? Black Magic. Ja. En daar ben je ook kampioen mee geworden. KDS kampioen. Ja. Klopt dat? In welke rubriek was dat? LAB. En je broertje rijdt er nu op? Ja. Is er ook succesvol mee? Ja. Je komt uit een paardrijfamilie. Ja. Vertel daar eens wat over. Mijn zus rijdt en mijn twee broertjes rijden ook. En mijn vader die zat altijd in de dravers. En mijn opa vak ponies. En Willeke, waar je nu vandaag op gewonnen hebt, is ook een vakproduct van je opa? Ja. Ja? En je opa kon er niet bij zijn vandaag? Nee. Dat is jammer. Ja. Maar hij is denk ik wel heel erg trots op jou. Ja. En op de pony. Ja. Ja. Oké. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Internationaal rijden. Dus we gaan jou op dit terrein wel vaker zien? Hoop ik. Ja? Later met de paarden? Ja. Want hoe oud ben je nu? 15. Oké. Van welke rijvereniging ben je lid? VVV Ralfheen. Oké. Leuke ervaring geweest vandaag? Ja. Mooi. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Oké. Heel veel succes. Dankjewel.